Hoe leven we in de toekomst van de wind? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie Holland zegt, zegt dopen, klompen en molens. Ik ben eigenlijk wel erg benieuwd wat jullie van molens vinden. Vinden jullie molens zoals deze mooi? Graag jullie handen omhoog. Dames en heren, heel veel mensen vinden molens mooi. Maar als je dezezelfde vraag stelt over windturbines, dan zie je vaak dat de reactie toch wat genuanceerder is. En ik begrijp dat wel, want uh, die oude molens kennen we al heel lang, daar zijn we aan gewend. Die moderne windturbines zijn nieuw en uh, ze zijn misschien best wel erg mooi, behalve als we, wanneer ze in je achtertuin komen. En wat ik ga doen is ik ga jullie laten zien dat uh, die techniek die we nu hebben, dat dat eigenlijk geen ouderwetse technologie is. Zon is een toekomst, maar wind is er ook. En dat we inderdaad ook in de toekomst veel wind op zee en op land gaan hebben en gaan nodig krijgen. Um, nou, het zal jullie niks verbazen dat ik graag terug ga in een stukje geschiedenis. En dan begin ik bij 1200. In 1200 zagen we de eerste molens in Nederland komen. Dat waren molens die werden gebruikt voor het malen van graan. Daarna hebben we geleerd om met molens polders leeg te malen, dat was natuurlijk hartstikke belangrijk voor Nederland. Uh, olie te slaan, verf te maken. En ook, en dan zijn we inmiddels in de 16e eeuw, het maken van planken uit hout, uit bomen. En waarom was dat zo belangrijk? Omdat de eeuw daarna, de 17e eeuw, dat was onze gouden eeuw. De eeuw waarin Nederland eigenlijk het rijkste land van Europa was. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat we met behulp van die zaagmolens heel snel heel veel schepen konden bouwen. In de 17e eeuw hadden we zo'n 10.000 modders in Nederland en honderden grote schepen, waarmee we inderdaad uh, reisden over de wereld en handelden. Veel exporteerden, veel importeerden. Uh, misschien uh, hebben jullie afgelopen weekend uh, wel gehoord uh, hoe wij op dit moment in Nederland leven van onze export. Uh, nummer 1, op de lijst van producten die we exporteren, staat machines en machineonderdelen. Op nummer 2 staat Gas. En op nummer drie staat snijbloemen en andere bloemen. En eigenlijk is dat ook gas. Nou, het zal voor iedereen wel duidelijk zijn dat als we naar de toekomst gaan kijken, dat we op zo'n manier niet door kunnen gaan, want gas betekent nou eenmaal CO2-uitstoot en daar moeten we vanaf. En wat is de situatie op dit moment? En dan kijk ik naar de elektriciteit. Op dit moment maken we in Nederland nog steeds de meeste stroom met gas en met kolen. Uh, windenergie is een goede derde, we zitten op een procent of zes. En dan onderaan hebben we wat zonnestroom en we hebben nog wat nucleair. Uh, nogmaals, CO2-vrij betekent volledig op de, uh, inzetten op de duurzame bronnen en dus ook een hele goede toekomst voor de wind. Als je naar het principe gaat kijken van die oude molens in de 12e tot en met de 19e eeuw, en die moderne windturbines, dan is dat principe eigenlijk gelijk. Het zijn gewoon wieken die dwars op de wind draaien. En daarmee haal je de energie uit de stroming. Een moderne windturbine heeft minder wieken, meestal drie, en die draait daardoor sneller. Ze zijn een heel stuk efficiënter. Ten opzichte van de oude molens zijn de nieuwe windturbines van dezelfde afmeting ongeveer een factor of 5 à 10 beter. Maar wat je natuurlijk wil, is die dingen nog beter maken in de zin van dat nog meer energie uithalen. En dat bepaalt eigenlijk, uh, wordt eigenlijk bepaald door de, de afmetingen van die wieken. Eigenlijk het oppervlak wat wordt bestreken. In de video die je achter mij kunt zien, uh, hebben collega's van mij in Amerika met een echte molen van 10 meter diameter uh, een rookgranaat aan de tippen uh, bevestigd. En daardoor krijg je eigenlijk een soort patroon van waar die wind blijft achter die windmolen. En je ziet dat het een soort koker is. En uh, de, de, de lucht die in die koker zit is de, de afgerumde wind. En daarbuiten stroomt de wind eigenlijk gewoon door. Nou, meer wind uit een molen betekent dat je die koker groter moet maken qua diameter. En dat betekent grotere windturbines. Nou, dat hebben we de afgelopen 25 jaar gedaan. De windturbines zijn heel veel groter geworden ten opzichte van de windturbines in de tijd dat ik begon. Um, een, een voordeeltje daarbij is wel dat hoe groter de windturbine, hoe langzamer ze draaien. Een factor 10 in de diameter van zo'n windturbine betekent een factor 100 aan energie, wat je meer hebt. Kom er komt nog wat bij. Als je een rotor tien keer zo groot maakt, moet die gondel ook een stuk hoger. En hoger boven de grond waait het harder. Dus in de praktijk betekent tien keer zo groot misschien wel 200 keer zoveel energie. En dat is ook een van de redenen waarom we tegenwoordig met van die hele grote windturbines werken. Wat we uh, gezien hebben is dat in Nederland er vrij veel oude kleine windturbines worden weggehaald en nieuwe worden neergezet. En uh, dit is een mooi voorbeeld van Urk. Waarbij je, als je heel goed kijkt, die oude bolletjes nog kunnen zien. Die zijn 25 jaar oud, die zijn inmiddels allemaal weg. En nieuwe, grote windturbines zijn daarvoor in de plaats. Wind op land betekent ook in zijn algemeenheid niet zozeer meer windturbines, maar grotere windturbines. Dus we zullen in Nederland niet eens vreselijk veel meer nieuwe windturbines gaan zien, maar wel een stuk groter. Uh, nogmaals, je ziet ze goed in het landschap en dat moet je ook op een goede manier inpassen, maar het zal wel gebeuren. Uh, op zee wordt het anders. Op zee. Kunnen ze nog groter worden en staan ze in parken? Wat we nu doen, is de windmolens zoals we die op het land kennen, op zee gaan zetten. Uh, dat zal de komende tien jaar ook nog wel zo zijn, uh, want die techniek kennen we. Maar ik denk toch dat als we nog wat verder gaan kijken, dat die windturbines er anders gaan uitzien. Er is in Nederland een bedrijf, en dat bedrijf dat heet 2B Energy. Die maken windmolens, windturbines met twee bladen, twee wieken. Ik vind ze niet erg mooi, eerlijk gezegd. Uh, maar goed, ze zijn voor zee bedoeld. Deze staat nog op het land, maar uh, deze wordt later natuurlijk op zee gezet. En waarom is dit nou zo handig? Hij heeft drie palen, zo'n soort vakwerkmast. Dus deze kan je heel makkelijk op de bodem van de Noordzee zetten. Die twee wieken zijn heel handig, want als je daar naartoe moet voor onderhoud, kan je met een helikopter bovenop die kop landen. Sterker nog, als die nou echt helemaal stuk gaat, dan kan je er met een grote hefkraan heen. Je haalt die complete kop met die wieken eraf. Je pakt een nieuwe kop, zet erop en gaat weer terug. En dat zou je in 24 uur kunnen doen. Op zo'n manier kan je eigenlijk het onderhoud minimaliseren en de beschikbaarheid zo groot mogelijk maken. Die, die, die windturbines die kun je dus makkelijk zeg maar, met hun voeten op de grond neerzetten. En in de Noordzee gaat dat prima. Maar laten we even verder denken: dan moeten we met wind op zee natuurlijk ook gaan kijken naar windturbines die misschien nog verder van de kust staan of op locaties waar de zee veel dieper is. En dan moet je gaan nadenken of je niet windturbines kunt laten drijven. En dat is eigenlijk al gebeurd. Collega's van mij in Noorwegen, die hebben een aantal jaar geleden een windturbine gebouwd. Die is ongeveer net zo hoog als de, de Euromast in Rotterdam. En die drijft in het water. Een soort hele grote dobber. En boven zijn die drie wikken en die wordt met een paar ankers netjes op zijn plek gehouden. Wij in Delft, de faculteit de luchtvaart en ruimtevaarttechniek, werken zelfs voor de verdere toekomst aan nog heel andere Molens. Je zou dat het, het beste kunnen vergelijken of kunnen noemen dat het draaimolens zijn. Officieel heten die dingen verticale afsturbines. Het grote voordeel hiervan is dat de generator zich heel laag bij het wateroppervlak begint en dat is een stukje beter voor de stabiliteit. Ik zelf werk bij de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Uh, mijn collega's uh, bij elektrotechniek hebben zelfs een windturbine ontwikkeld zonder draaiende bladen. Dat ding laat zich het best omschrijven als een, een verticaal wasrek. En op de lijnen van dat wasrek, daar zitten waterdruppeltjes. De wind blaast die waterdruppeltjes weg. En wat is nou de truc? Die, die waslijnen die zijn geladen. En doordat je zeg maar, die waterdruppeltjes weg, wegblaast, ontlaat je zeg maar, dat wasrek. En met een soort schok kan je hem weer opnieuw laden of ontladen. Dus op zo'n manier kan je... Intermitterend, afwisselend, zeg maar, toch van hoge spanning elektriciteit maken. Uh, ja, iets wat uh, veel mensen ook wel kennen als ze naar zee gaan: dat is zo'n hele paraplu van uh, kitesurfers. Uh, het is misschien uh, nog een klein beetje luchtfietserij, maar als je er goed over nadenkt, met kites kan je hoog komen. Je kan tot 300, 500 meter komen. En als je zo'n kite hebt. Dan voel je dat die heel hard trekt. Uh, nou, dat gebruiken we. Uh, alleen we laten die kites, laten we zeg maar figuurtjes van acht vliegen. En als je dat doet, dan wordt die kracht nog veel groter. Nou, kracht alleen, daar heb je niet zo vreselijk veel aan. Die kracht die moet iets doen. Nou, die rolt een trommel af, een lier. En in die trommel zit een elektrogenerator. Dus op zo'n manier maak je ook elektriciteit. Nogmaals, gaan we de komende tien jaar niet op een grote schaal zien. Maar wellicht heel interessant voor de toekomst. Waarom ook? Omdat we maar 10% van de massa nodig hebben van zo'n grote windturbine. Dus het is eigenlijk wat dat betreft een hele goede manier om, uh, om na te denken. Um, ja, hoeveel stroom zouden we eigenlijk uit de wind kunnen halen? Uh, we weten allemaal, 2050, hè, daar, daar zijn onze klimaatdoelen op, uh, op gericht. Uh, we moeten dan eigenlijk CO2-neutraal CO2 zijn. En als je gaat kijken naar de huidige elektriciteitsvraag, en je extrapoleert dat naar 2050, dan zouden we eigenlijk 150% nodig hebben van wat we nu hebben om de dingen te doen die we nu doen. Nou, je zou dat in principe kunnen opwekken met 12 grote offshore windparken op de Noordzee en in de Atlantische Oceaan en voor, uh, voor Ierland en voor Noorwegen. Dat zijn wel hele grote parken. Dat zijn parken met een afmeting van 100 bij 100 kilometer. Stel je eens even voor: Utrecht is ongeveer 50 bij 50 kilometer. Dus één zo'n park is vier keer de provincie Utrecht. Maar je zou zeggen: nou, dat zou toch moeten kunnen. Was dat maar waar? Ook de Noordzee en ook de Atlantische Oceaan zijn zeker niet leeg. Er varen heel veel schepen, scheepsroutes. Er liggen allerlei kabels, ICT-kabels, elektriciteitskabels. Gas, gasleidingen, er staat nog heel veel olie en gas aan platforms op de Noordzee, dus die zorgden eigenlijk voor dat we maar een fractie van deze twaalf offshore parken kunnen realiseren. Helaas, maar het is niet anders. Um, wat moeten we dan doen? Nou, ik zei het al, we moeten windturbines op het land gaan vervangen en we moeten windturbines veel slimmer maken. Windturbines hebben wieken, rotorbladen. en die rotobladen die kun je verstellen. Um, Normaal gesproken gebruik je dat alleen om het vermogen te maximaliseren of bij storm zeg maar, constant te houden. Maar in een seconde of twee, drie heb je die bladen compleet versteld. En kun je eigenlijk van vol vermogen naar nul gaan en terug. Stel nou dat we ervoor kiezen om alle windturbines maar op 80% te laten draaien van wat ze kunnen. Dan zou je zeggen: ja, dat is dom, want daarmee, daarmee gooi je stroom weg. Maar wat je ervoor terugkrijgt is regelbaarheid. Je kunt daarmee dus anticiperen op variaties in de vraag naar elektriciteit. En dat is iets wat je in theorie al kan, maar wat in de praktijk eigenlijk nog niet wordt gebruikt. Daar gaan we onderzoek naar doen om dat veel beter te doen. Dan zul je zeggen, leuk en aardig, maar er zijn ook dagen dat het niet waard. Dat is inderdaad waar, er zijn dagen waarop het niet waard. <tiek> maar dan moet je gaan nadenken op een wat grotere schaal. Denk naar over de schaal van 1500 bij 1500 kilometer, 2000 bij 2000 kilometer. Een voorbeeldje, er komt een depressie aan, die komen meestal uit het westen. Dus er is een depressie en in die depressie maken we heel veel elektriciteit in Ierland. Een dag later is die depressie via Engeland naar Nederland gekomen. Dan kunnen we in Nederland heel veel elektriciteit maken. Als we nou kabels hebben die heen en weer lopen, kunnen we dus de eerste dag die stroom van Ierland via Engeland naar Nederland sturen. De tweede dag vanuit Nederland terug. En de derde dag is die depressie in Polen. Als daar ook wind staat, kun je van daaruit ook wind terugsturen. Op zo'n manier, met die snelle regelbaarheid, kunnen we bijdragen aan de voorzieningszekerheid. Grootschalige opslag wordt van belang, maar ik denk dat het pas van belang wordt als we op meer dan 50% elektriciteit zitten uit wind en zon. Hoe ziet de toekomst eruit? Ik heb als voorbeeld een studie genomen van de European Climate Foundation. Dat is een heel gedegen studie, een aantal jaren geleden gedaan. En wat je daarin ziet, dat is dat we, ondanks het feit dat we veel gaan doen aan het rijden met elektrische auto's en met warmtebompen, in de toekomst zo'n 30% van die elektriciteit met wind kunnen maken. Dat is best wel veel. En het aardige is dat je ook in Nederland ziet dat heel veel bedrijven wat snappen en overstappen naar elektriciteit. Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze Nederlandse spoorwegen. Uh, en uh, onze president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen is daar zo ondersteboven van, dat hij letterlijk ondersteboven is gaan hangen aan de windturbine. Uh, dit is iets wat door mijn collega's, vrijwillige Molenhuis is gedaan. Uh, ik denk dat ze het bij één keer houden, want ze hebben liever niet, dat allerlei uh, mensen die dit spannend vinden dit ook gaan nadoen, maar het is wel een aardig voorbeeld. Uh, dus, wat is de situatie? Hoe leven we in de toekomst van de wind? Nou, met behulp van die 30% elektriciteit uit wind, maar ook, dat moeten we niet vergeten, met meer dan 500.000 banen extra in Europa. En voor Nederland, met name omdat we heel erg actief zijn in de offshore windindustrie, zal dat vele tienduizenden banen betekenen. Dus we gaan leven van de wind.